kleinzoon Tyrell is vandaag gezellig op bezoek in Huize Baumgart. Maar het is geen goede dag voor Eugène. De gootsteen in de keuken is stuk. Oh, is iemand aan de deur? Ja. Marcel. Hoi. De loodgieter. Oh, jij bent van de keuken. Hoi, ja. Kom maar binnen. Dankjewel. Hoi. Ik heb problemen met die, zeg maar die wasbak. Ja. Afvoer. Alles zat hier onder water een paar keer al. Die loopoverloop is kapot. Wat is er gebeurd dan? We hebben een grote familie hier in huis. Ja. We bestaan met 15 mensen. Hoeveel? 15. 15 mensen, maar niet allemaal wonen nog thuis. Ik heb 7 dochters en 6 zonen. En ze gebruiken van alles hier. Het water die loopt doorheen hier. Okay. Ik heb vaker stond het blank hier, gisteren nog. En het is vervelend. Die kasten zijn allemaal kapot. Soms gaan er wel dingen stuk waar ik me echt aan kan irriteren. Ja, best wel vaak. Nummer 1, de afstandsbediening. Ja. Oh. De afstandsbediening. Controles. Gewoon elektronica over het algemeen gaat kapot door ons. Borden. Strijkijzer. Kopjes. Kasten. Soms als je niks doet, is het al kapot. Zonder dat je wat doet. Ik zie wel, volgens mij weer al een beetje een lopen hoop hier. Kan dat niet? Ik zie daar al. Dit hadden wij gekocht, omdat het kapot was. Gewoon heb ik het gezet. Maar ik zie hier een wastafelplug hangen. Heb je dat gedaan? Wat? Ja, maar dat ding heb ik bijgekregen voor die afvoer, maar ik heb het niet goed vastgezet. Heb jij die dag geplaatst? Ja. Serieus, heb jij? Ja, die heb ik gezet. Ik doe best wel veel hier in huis. Ja, maar dus klussen, dat zeg ik echt, help, mijn man is klussen. Want ach, zo, dat komt. Handyman. Nou, jij hebt het aan die wasbak gezien. Die man zei dat je het helemaal verkeerd om had gelegd. Ja, maar ik heb mijn best ervoor gedaan. Ik ben man in huis. Dus, maar luister. Ja. We gaan dit fixen samen. Ja. Ik ga je een kleine cursus geven. Ja, geef niet. Ja. De volgende keuken, als daar problemen mee zijn, ja, kun je het gewoon zelf oplossen. Oké. Okay. Maar dit? Ja, dat kan niet. Nee. Ik ga even spullen uit de auto pakken. Ja. Het hele hout is door het water is helemaal verrot. Kijk eens, aan mij ligt, hè? Had ik die keuken met een koevoet uit elkaar gehaald en voor de deur gezet voor groot vuil. Ja, maar dan zetten we even zonder keuken. Dus nu moet er even gefixt worden totdat er een andere keuken erin kan. Ja. Lang om te overpeinzen heeft Eugène niet. Er is weer stront aan de knikker. Yes. Nee, ik heb hem al een schone lui gegeven. Tyrell, kom. Ja. Eeuw, heb je gepoept? Mama. Heb je gepoept? Heb je gepoept? Je hebt gepakt. Heb je gepoept? Gepoept. Wie moet luiden voor je verschonen? Jean? Hallo? Chevanity? Wacht even. Of Tyrese of opa? Panda. Wie gaat je luiers verschonen? Nishan? Sivanity? Tyrese? I want a Vanity. Goed zo. Sivanity gaat je luiers verschonen. Je hebt het gehoord. Jij moet het doen, dat zegt hij. Zo, dat probleem is opgelost. Nu de lekkende wasbak nog. Hier, Kees. Ook voor mij. Voor jou. Dat is XL, hè? XL, ja. Eeuw. Ze vinden meteen de oorzaak van de verstopping, etensresten. Ja, je hebt handschoenen hangen. Ja. Ja, doe maar gewoon, je kan het gewoon gaan aanzoeien van de prullenbak. Dit. Hier, doe maar. Yo. Ziet er goed uit, hè? Nee, niet dat. Moet je ruiken? Godverdomme. En dat bedoel ik altijd met hun. Ik zeg tegen jullie, als jullie gaan afwassen, krap eerst al het eten van het bord af en dan kan je afwassen. Ik heb 4 thuis, ik word al af en toe gek thuis. Ja. Zo. Weet je, advies, rustig blijven. Rustig blijven, hè? En niet stressen. Maar de slordige afwaskwaliteiten van de kids zijn niet de enige oorzaak. Ook papa's gehobbyklus heeft de wasbak geen goed gedaan. Maar dit vind ik wel een actie, hoor, wat ik hier al zie onder. Ja, het is een amateuractie. Het was een amateuractie. Ik maak wel wat mee, hoor, maar ja. Ik zie hier een wastafelplug. Ik weet niet wat dat daar doet onder. Maar het was niet nodig, was nee, het was niet nodig. Nee, dit had je niet hoeven doen. Oké. Het mooie is van papa is, hij is creatief gewoon. Hij denkt gewoon voor alles om iets te maken op een andere manier.
Papa kan wel heel veel maken, maar hij maakt ook heel veel niet af. Hij vroeg om mijn riem één keer. En toen... want hij had het heel even nodig, toch? Want hij kon die van hem niet meer vinden. Altijd rustig blijven. De dag daarna is het kapot gegaan. Ik zeg, ja, ik weet niet wie het is, maar... Uiteindelijk heeft hij het me teruggegeven met een paar schroefjes erin. Heeft hij ingeboord. Maar ik was er niet tevreden mee. Dus toen dacht ik van, ja, het kan toch niet. Je mag het gewoon hebben, hoor. Ik hoef het niet meer. Ik hoop wel nieuw. Soms behangt hij en dan na een week valt het eraf. Ja, die kast. Ja. Die kast was zo groot. Het is gevallen. Ja. Oh ja, op jou! Nee, in die jongensenkamer. Nee, maar... Dan geef ik je even deze grote platte schroef draaien. Ja. En dan mag je hem gewoon zo een beetje draaien. Ja? Plus. Alsjeblieft. Ja. Als assistentklusser doet papa Eugène het wel fantastisch. Oké. Jongens. Dat is wel, ik heb bijna onder douche dit hier, zo'n mooi straaltje. Ja, die heb ik, een doe-het-zelf winkel, zag ik het. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, het is handig. Ik heb het neergekocht dat die kinderen die kraan zelf niet steeds te veel in beweging blijven. Ja, ja. Nee, maar het is wel op zich wel echt slim. Ja, ja, dit vind ik wel echt handig. Want dan hoeven ze de kraan zich niet te draaien. Ja, precies. Nee, dat is zeker zo. Hij is wel een beetje verstopt, vind je niet? Ja. Ik denk dat ergens nog een maaltijd zit. Nee, het is gewoon een feit. Er zit een maaltijd ergens nog aan. Kijk, nou loopt hij beter weg. Dat gaat goed, hè? Ja, gaat heel goed nou. Je moet nu eens even tegenhalen, anders word je meegezogen. Zo hoort het te lopen eigenlijk, toch? Yes. Ja. Nou, was toch wel leuk om eventjes samen te klussen, vind je? Ja, zeker. En ik vond het ook leuk ook nog. Ja. Super top. Ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. Het is dat het verholpen is ook een beetje geestelijk goed voor mij. Ja. Even relax. Ja. En als gift kreeg je dit van mij voor de huis. Voor de huis. Dit heeft mijn vrouw gemaakt. 4 soorten koekjes. En ik zou zeggen, eet jij met jezelf, met je familie. Komt allemaal goed. Deze haal het thuis. Oké, allemaal. Goed. Thanks, hey, bedankt. Okay, hey, zie je. Als de laatste watersporen van de lekkagechaos zijn opgedroogd en opgedweld, komt mama Samantha thuis. Hoi, hoi. Hoi. Wat is hier met mijn puinhoop? Echt niet. Ik bel je, maar dan neem je hem niet op. Ik heb jou al een paar keer gebeld. Wat is er gebeurd? Nou, die monteur is geweest, die loodgieter dan. Ja. En als het vol is, dan loopt het water wel in één keer weg. Dan gaat het niet... Ja, het water loopt maar één keer weg. Het blijft niet meer hangen. Nou, dus... ik ben wel blij, want ik hou van... je weet hoe ik ben met schoonmakers als ik bezig ben. Het ligt nou aan de kinderen, hoe ze ermee omgaan. Ja. Misschien dat ik straks weer... Oké, nou, wat is je volgende klus? Ga je lekker koken? Nee. Nee, ik ga niet koken meer vandaag, Samantha. Ik ben op. Nou, ik vind het ook jammer. Ik heb de fit niet daarvoor.